Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij vier verschillende soorten kauwgoms proeven. Er zitten zure, hele zoete tussen. We gaan een cijfer geven en we gaan even vertellen wat er gaat gebeuren en hoe lekker wij het vinden. Waarom gaat het dan precies op dat blaadje liggen? We hebben hier een blaadje onder en er gaat net een kat op liggen. Nou, we gaan de eerste openmaken. Oh, het ruikt wel heel zoet. Hoe werkt dit? Oh zo. Oh, het is een hele streng. Ja, even wachten hoor. Voor mij. Deze is met aardbeidjes. Ruikt wel heel zoet. Kou maar. Ik zie niet heel veel smaak op. Maar als je langer doorkoudt. Er is echt niet zoveel smaak aan. Nee. Twee. Ik geef hem twee. Hier geef ik mijn geld in ieder geval niet aan. Nee. We gaan dan nummer twee doen. Dat is de Berry Twister. Dat is aardbei met berries, besjes. Ah nee, ik kan wel met mijn mond. Dan gaan we even officieel hem open doen. Verkeerd in het pakje ook nog. Ja. Ja. Ruikt hij? Ik ruik niet dat het een die andere. Ik vind het niet lekker ruiken. Dus deze. Nou, door. Ook geen smaak. Heel licht is, maar dat is voor die andere ook. Ik proef niks. Nou. Ja, nu proef ik een beetje een punt. Praktisch hetzelfde smaken. Ja, maar het is wel met aardbeien en met een besje. Ook niet lekker. Heeft wel een mooi blauw kleurtje. Oké, we gaan nu de groene doen. Die is zuur volgens mij. Staat erop. We gaan even kijken. Even achter de camera gooien. Mooi gemaakt. Ja, hij ruikt sowieso wel zuur. Oh ja, dat ruikt inderdaad wel zuur. Okay, net zo maar. Zuur als jou. Ja. Nou, niet echt heel zuur dat je de hoofd gaat af vertrekken. Daar dan in. Lopen jij? Nee. Ah, als je langer kijkt, is het wel een beetje zuur. Nee. Echt van? Totaal niet. Ze hebben die andere twee wel cijfers gegeven. Ja, die ene wel, die andere niet. Oh, nou die blauwe die vond ik net zo min als... Ja, dat is mij ook te werk. Nummer 2 was net zo slecht als nummer 1, dus... Ja. En de laatste. Tutti Frutti, oh dat is met banaan. Allemaal vruchtjes. Op de grond. We hebben een heel productieteam die het opruimt, dus dat is wel altijd handig. Heel boos te kijken. Oh, ik denk dat deze wel lekker is. Zo? Nou, dat denk ik. Gewoon met bananen en alles. Je ruikt de banaan wel. Ja. Ja, dat is weer te groot. En alle andere chemische stofjes. Het is allemaal in. Oké. Deze was qua smaak is die scherper. Ja,
Je hebt wel sterke smaak bij deze. Ja. Wel lekker. Nou, vaak kan ik ook mijn bellen mee blazen. Nee. Dan mag je de hele rol hebben. Ik ga hem dus niet doen. Nog een stukje erbij. Even goed kou aan. Smaak door je mond. Nou, dat is geen verkeerde smaak. Nee. Die condooms hadden. Oh, mocht ik grapjes maken over condooms. Zeg ik het zo, dan doe ik het toch, hè? Nou, op het moment van de waarheid. Dat ben ik wel. Kan het wel, hè? Niet meer deze, denk ik. Ik krijg gewoon gelukkig terug. Ik kan het erop, maar ik wil niet. Lala. Nou, dit wordt dan toch wel de beste. Ja? Gele wel, hè? Ja. Die was wel lekker. Nou, ik had er niet veel van verwacht. Het kostte haast 9. Ja, dat is heel goedkoop. Bij de AC Tion kan je deze kopen. AC Tion? Ja, ik mag geen reclame maken, dus daarom zeg ik AC Tion. Ze betalen het niet, hoor. Dus hoe is het zelf eruit wat het is? Nou mensen, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren, de blauwe duimpje omhoog te doen. En volgende week gewoon weer te kijken. Later!